Ik ben Hans Engelsma en in 2011 begonnen met koets.nl, zo kan het ook, een online autodealer. Als koets hebben we het probleem opgelost van het makkelijker, plezieriger, leuker en efficiënter kopen van je auto. Wanneer we een probleem of een discussie of we willen innoveren of we willen iets anders gaan doen, dan is eigenlijk het startpunt altijd van wat is de klantreis en vervolgens komt daar iets achteraan als bedrijf, structuur, processen wat je nodig hebt om uiteindelijk de klant goed te bedienen. En ik denk dat tot vandaag constant vanuit die positie te innoveren en beter te worden en waarom het lukt om klanten auto's vanaf 40.000 tot 180.000 euro volledig online te laten kopen. Nou, als we de groei van de afgelopen jaren weten door te zetten, dan zijn we over 5 jaar 4-5 keer zo groot als dat we nu zijn. Communicatie is een essentieel onderdeel van ons bedrijf. We zijn 7 dagen in de week bereikbaar, van 8 tot 10. Maar we zitten niet 7 dagen in de week van 8 tot 10 op kantoor. We hebben nu de voice app gebruiken we. Het klik-en-dial systeem wat sneller communiceren, veel makkelijker maakt. Wat was de grootste les de afgelopen jaren? 2 dingen eigenlijk. Dat is A, het structureren en procesmatig maken van je bedrijf. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen om dat goed neer te zetten en helder. En het tweede is de juiste mensen nodig. Over 5 willen we nog steeds de prijzen voor klanttevredenheid hebben. En ook hopelijk nog een paar FD-gezellen erbij. We zijn een heel operationeel bedrijf, dus het is altijd balanceren tussen groei aan de ene kant, maar ook je organisatie mee laten groeien. Want als het ene te veel afwijkt van het andere, dan daalt de klanttevredenheid in je klantbediening en ook de medewerkertevredenheid. En als het andersom gaat, dan gaat het rendement de verkeerde kant op. Dus dat is altijd, dat blijft ook een uitdaging in de toekomst.